Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik deze AVEC Paint by Number banner set uittesten. Deze liggen nieuw in de winkel bij de Action voor €1,69. In totaal hadden ze dus deze 4 designs en ik kon weer eens niet kiezen, dus ik heb ze allemaal meegenomen. In dit doosje zit dus de complete set, dus je hebt daarin dus de banner zitten, de verf, de behorende kwastjes geven ze aan en dat voor €1,70. What can there go wrong? Voor deze video gebruik ik expres deze plantenversie uitproberen. Laten we samen gaan kijken. Nou ja, wat de doos zegt en belooft zit er ook daadwerkelijk in. Allereerst twee kwastjes, waarvan één puntkwast en één platte kwast. Dan hebben we hier de verschillende kleuren verf te behorende van de banner hoe je die in moet kleuren. En op zich het proces spreekt voor zich. Elk nummertje op verfdopje correspondeert met een nummertje op het /vakje op deze banner en schilderen maar. Voor de zekerheid van dit video doe ik hem natuurlijk even helemaal upspeeden, want al met al denk ik dat ik er zo'n 1,5 uur, 2 uur denk ik misschien mee bezig ben geweest. Ik moet zeggen, ik heb het lekker relaxed op mijn tooie gemakje gedaan. Ik heb een serie aangezet en in de tussentijd ben ik gewoon rustig aan gaan verven. Ik persoonlijk vind het ook wel heel rustgevend, moet ik zeggen. Ik hou gewoon van schilderen in het algemeen. Alleen met schilderen helemaal los zelf, dan moet je ook nadenken over wat je wil schilderen, welke kleur je wil maken, hè? Mixen, mingen, weet ik het wat allemaal. En met dit soort dingen, kijk, je kiest van tevoren je afbeelding uit, je kiest welke je wil maken en daarna is het gewoon letterlijk verstand op nul, je hoofd leeg kunnen maken, tenminste dat is niet wat het bij mij doet, en gewoon ja, lekker creatief zijn. Waarom ik deze zo mooi vond was vooral de kleuren die de doos deed weergeven van wat de banner zou zijn, en sommige kleuren komen wel echt overeen. En sommige kleuren echt totaal niet. Als je bijvoorbeeld hier naar dat, dat blad rechtsbovenin kijkt, wat met roze is. Op de doos zou dat paars met roze moeten zijn. Maar die kleur paars zit er echt gewoon niet in. En het is ook niet zo dat de verf later donkerder opdroogt en dat het dan later pas echt de juiste kleur was. Dus de kleuren komen niet helemaal overeen. Dat is wel jammer, maar op zich, de kleuren die er wel in zitten zijn nog steeds wel heel erg mooi. Ja, zoals hier bijvoorbeeld de Hey You. Dit is ook gewoon echt een fel oranje in plaats van rood wat op de doos staat. De verf zelf was wel wat dun. Dus op sommige plekjes zul je meerdere keren eroverheen moeten gaan. Wil je dat die goed dekkend is. Deze donkere kleur voor de achtergrond daarentegen, die was wel echt meteen goed dekkend. Maar bepaalde groene tinten die in het doosje zaten, iets minder. Dus het ligt er een beetje aan hoe dekkend je hem wil hebben en of het opvalt of niet. Als deze ergens dadelijk hoog aan de muur komt te hangen, waar je niet heel de tijd direct op kijkt, gaat het hoe dan ook in ieder geval niet opvallend. Dat deed bij mij ook niet. Dus dat is gewoon even een keuze die je voor jezelf moet maken. Al met al vind ik in ieder geval het product zelf gewoon iets. Een leuke bezigheid. Lekker creatief bezig zijn zonder te veel nadenken. En hier is hij helemaal klaar en hangt hij inmiddels aan de muur. Ik vind hem in ieder geval leuk geworden en zolang je niet al te dichtbij komt, is er niks aan de hand en ziet het er ook goed uit. Dat was het voor deze video. Hopelijk vond je video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan de hand en duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, je vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!